Waardoor staat Willem II, de tegenstander, zoveel hoger dan Dordrecht, terwijl beide clubs zijn gepromoveerd vorig seizoen? Nou, dat heeft met budget te maken. Kijk, zij zijn in staat om spelers te halen als Armenteros. Die Feyenoord heeft gespeeld, Heerenveen heeft gespeeld, Heracles. En dat zijn spelers van een andere categorie. Niet alleen kwalitatief, maar ook financieel. Dus wat dat betreft denk ik dat dat het grote verschil is. Is er ook een behoorlijk kwaliteitsverschil wat in die wedstrijd een doorslag kan geven? Of kunnen jullie doorbreken? Nou ja, kijk, afgelopen zondag spelen we tegen Feyenoord. En die hebben natuurlijk ook een veel hoger budget dan wij. Nou, vond ik dan niet dat ik heel veel kwaliteitsverschil heb gezien. Kijk, dan compenseren wij het met enthousiasme en ook toch het willen voetballen. En dan is het misschien bij Feyenoord wat onderschatting. Maar dan zie je dat de verschillen ineens niet meer zo groot zijn. Als wij in staat zijn om een tegenstander het voetballen te beletten, hè, de vroeg te storen, druk te zetten, komen dat soort ploeg ook in de problemen. Alleen als je de bal hebt, ja, wij scoren moeilijk, we creëren niet heel veel kansen. En dat is ook een kwaliteit. Als we verder rekenen met duels met Heracles en NAC die eraan zitten te komen, waar echt wat valt te halen, dan kun je dat gat dichten. Moet je in dat kader eigenlijk in Tilburg ook al minstens een punt pakken? Als je realistisch bent, dan zullen de ploegen die boven ons staan misschien nog wel vijf punten pakken. In 7 wedstrijden. Dat gaat gewoon gebeuren. Ik zie het programma. Die winnen altijd wel een keer, spelen een keer gelijk. Dan moeten wij 12 punten goed maken. Eigenlijk 13 met je doelsaldo. Dus dat houdt in dat je in 7 wedstrijden 13 punten moet pakken. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, en dan moet je dus eigenlijk in Tilburg zelfs winnen. In principe moet je nu, zeg maar Willem II, Heracles NAC, moet je eigenlijk winnen. En als je die 3 wint, ja, dan krijg je nog een onwijs zwaar programma. Maar ja, dan ziet de wereld er toch anders uit. Hoe ga je dat doen die avond? Ga je nog wisselen? Hou je vast aan die ploeg die je tegen Feyenoord best behoorlijk deed, bijna een punt pakt? Nee, je moet kijken naar de mogelijkheden die je hebt. Ik denk dat wij afgelopen zondag met toch wel de beste formatie die we op konden stellen zijn begonnen. We moeten even kijken of iedereen fit is. Dat, zo te zien is dat wel zo, alleen Mart Lieder is geblesseerd. Dus ik denk niet dat hij de zondag haalt. Maar in principe gaan we met dezelfde basis weer verder. Dus dat misschien één enkele speler anders, maar dat zal niet op veel plaatsen verschillen. Ja. Wat voor groep trof jij aan daags na die wedstrijd tegen Feyenoord? Een aangeslagen groep of nog altijd een strijdbaar team? Nee, ik heb geen groep gezien die in de put zat of zo. Maar dat heeft ook een beetje met het wedstrijdbeeld te maken. Kijk, verliezen 5-0, dat is het anders. En hier was er was iets te halen. En als je dan op het laatst, ja, in de verlenging dan verliest, terwijl je zelf nog 2 mogelijkheden krijgt daarna. Ja, ik denk dat er bij de jongens wel iets heeft gegeven van, nou ja, als je tegen zo'n ploeg zo dichtbij bent, dan zijn er nog mogelijkheden. En ik denk dat dat een beetje de teneur was van de sfeer in de groep. Ja. Courto nog in de spits zaterdag? Wie? Courto. Kopsterk. Wie? Je doelman. En ik hoor dat Lieden er niet is. Ja, kun je je doelman in de spits zetten. Die schrijft bijna historie daar in dat doel. Maar ik begrijp even niet waar het over gaat. Nee, die kop bijna in blessuretijd toch die gelijkmaker. Oh, Philip Courto, ja, jezus, nee. Nou, kijk, ik ben niet zo kapot van, van een keeper die meegaat naar voren. Want ik las gisteren ergens een rijtje keepers, maar dat gaat al vanaf 50 jaar geleden, geloof ik. Zijn er geloof ik 13 geweest die een goal gemaakt hebben. Dus zo vaak gebeurt het niet. Maar ja, die bal komt. En wat je keepers hebben ook vaak, die zorgen gelijk voor paniek. Die gaan staan springen, lopen, rennen en vliegen. En worden vaak niet in de gaten. Want niemand weet of het een goede kopper is. Maar hij kopt die bal zondag in. Ja, dat was gewoon een waanzinnig goede kopbal. Maar zat die vervelende Vermeerde nog. Weet je, die tikkende echt. Hij vond het zelf geen bijzondere redding. Dus op zich ook wel leuk. Maar ik vond het wel een uitstekende redding. Dat was jammer. Want als die bal erin gaat, ja, dan word je natuurlijk helemaal gek. Ja, gewoon maar onder de lat houden. Ja, nou, dat is echt, ja, oké, okay, maar dat dit soort dingen gebeuren, ik vond het waanzinnig leuk. En maar jammer, je verliest een wedstrijd. Van tevoren zouden, ik denk, 39 van de 100 mensen zeggen, ja, Zwolle is kansloos tegen Feyenoord. Maar we hebben in ieder geval laten zien dat we meegevoetbald hebben, dat we ook kansen hebben gecreëerd. Zij krijgen dan, ja, een hele rits kansen op rij. Hè, maar niet zozeer vanwege een mooie aangespeelde aanval, maar eigenlijk van slordigheden van ons. Een bal inspelen bij een tegenstander in de voet en gelijk een counter om je oren krijgen. Ja, dat soort dingen moeten er wel uit. Want als je daar calls tegen door krijgt, ja, dan daar is niet tegen aan te voetballen. Wij zullen, als we 3 calls hebben, echt niet 4 calls gaan maken. We hebben er 17 gemaakt. Dus we moeten heel zuinig zijn met balverlies en optimaal profiteren van de mogelijkheden die we krijgen. En dat is een hele moeilijke opdracht.